Mijn naam is Dave Rijmakers en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. In deze YouTube-serie zal ik jullie gaan uitleggen hoe dat je zelf je eigen website kunt gaan maken in PHP. In de vorige video's heb ik jullie uitgelegd wat je nodig hebt om je eigen website te maken. En in deze video ga ik jullie uitleggen hoe je erachter kunt komen wat een goede website voor jouw publiek is. En om erachter te komen gaan we gebruik maken van 3 verschillende vragen. Als eerste gaan we ons afvragen, wat is het doel van de website? Wat wil je dat je bezoekers te zien krijgen op de website? Wil je ze informeren over een product of over een dienst? Of wil je ze aansporen tot het kopen van een product? Bijvoorbeeld door een webshop te maken. En daarnaast is het ook belangrijk om te weten wie je bezoekers zullen zijn. Wil je bijvoorbeeld producten of diensten gaan aanbieden aan kinderen? Of wil je dat gaan doen aan volwassen mensen? Daar heb je natuurlijk een hele andere strategie voor nodig. En daarnaast is het ook erg belangrijk om na te denken wat jouw website nou uniek maakt. Waarom zouden mensen nou eens naar jouw website moeten komen en niet naar die van een ander? Als je goed over deze 3 vragen nadenkt, kun je erachter komen wat belangrijk is voor jouw website. Ik heb dit ook gedaan, want in deze webserie gaan we een website maken voor filmliefhebbers. En op deze website zullen we reviews gaan plaatsen over films die binnenkort in de bioscoop zullen komen. Het doel van de website is dus om het publiek te informeren over een nieuwe film die eraan gaat komen. Maar ook laten weten waarom ze nou eens wil of niet naar die film zouden moeten gaan. Nou, nu dat we weten wat het doel van de website is, kunnen we gaan nadenken wat het publiek is. Nou, als tweede is het dus belangrijk om na te denken wie er naar je website zullen komen. Ik heb ervoor gekozen om te kiezen voor jongens en meisjes tussen de 15 en de 20 jaar oud, oftewel voor studenten. Dit betekent ook dat we een website moeten gaan maken die laagdrempelig is en die bijvoorbeeld ook op een mobiele telefoon of tablet te zien is. En als laatste het unique selling point, oftewel wat maakt de website uniek. En in mijn geval zal dat zijn omdat er niet alleen komt te staan waar de film over gaat, maar ook waarom je wil of niet naar die film zou moeten gaan. Oftewel, als je over deze 3 vragen goed na gaat denken, kun je erachter komen wat de behoeften zullen zijn van jouw bezoeker. Wanneer je goed over deze 3 vragen hebt nagedacht, kun je een ontwerp gaan maken voor je website. Volgende week zal ik je laten zien hoe dat je een ontwerp kunt maken voor je eigen website. Dus ik zou zeggen, vergeet je zeker niet even te abonneren op dit kanaal en je blauw duimpje omhoog te doen. Dan zie ik jullie volgende week weer graag terug bij een gloednieuwe video op dit kanaal. Tot volgende week!